ik denk dat toch dat we gaan uiteindelijk voor een voortzetting van de huidige coalitie. En daar kan natuurlijk dan nog een partij afvallen. En ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat het PvdA dan zal zijn. Dus VVD, D66, CDA en GroenLinks. En waarom zou de PvdA afvallen? Nou, ik denk dat er de afgelopen jaren heel veel strijd is geweest tussen met name de VVD en de PvdA. En dat zij niet heel veel zin hebben om die de komende 4 jaar weer elke keer te gaan voeren. En omdat ze getalsmatig niet meer nodig zijn. Nee, maar goed, dan zouden, om iets versteviging te verzorgen, dan kun je ook juist de ChristenUnie SGP erbij betrekken, toch? Nou, kom maar op, ik ga die gesprekken graag aan. Ja, maar je vindt het opvallend dat je niet zegt dat dat dan, nou ja, misschien ook wel stiekem ook een beetje jouw voorkeur heeft om toch mee te gaan besturen? Om zelf te mee? Nee. Ik heb gisteren ook tegen de informateurs gezegd, ik voel me absoluut niet in de positie om mee te gaan doen. We hebben 1 zetel. En kijk, ik kan hele goede mensen leveren als wethouder. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar dan wil ik ook wel volwaardig meedoen. En dat is natuurlijk wel echt ook lastig als je met 4 grotere partijen zit, om dan je stempel echt te kunnen drukken. Leslie? Ja, nee, ik ben het er ook wel mee eens hoor, wat Judith zegt. Ik bedoel, wij staan ook niet per se te springen om te besturen, in de zin van, je kan ook vanuit de oppositie hele goede dingen voor mensen doen. En ook gewoon de macht controleren en zelf met voorstellen komen die ook kunnen worden aangenomen als je maar 1 zetel hebt. Ik bedoel, dat weten wij allebei uit ervaring. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat als je als kleine partij meedoet, dat het helpt. Als je met partijen zit die ongeveer hetzelfde programma hebben. Want dat geeft natuurlijk ook wel wat extra kracht in de onderhandeling. En ja, dat is ook precies de reden waarom ik zeg van, ik ga niet aanschuiven als een soort linkse aanhangwagen, nee, bij de Mos-VVD-coalitie.